Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag 3 oktober en ik zit al in de auto. Ik ben richting het Mangrove Center aan het rijden, want ik ga een kajaktocht doen van 2 uurtjes waarbij ik ook kan snorkelen. Dus ik ben benieuwd wat ik allemaal ga zien. Zo, ik ben de afgelopen dagen bruin geworden. Als je vakantie hebt en dan niet op Aruba bent, dan word je echt wel bruin. Op Aruba ga ik helemaal niet meer de zon in en zo, en hier lig ik ook niet in de zon. Maar ik ben natuurlijk de hele tijd buiten om alles te bekijken en de hele tijd er toch erop uit te gaan. Dus je ziet duidelijk dat ik aan het kleuren ben. Maar dat geeft niet, het is ook wel eens leuk om een beetje bruin te worden. Ik ga dus richting het Mangrove Center, zoals dat hier heet, Mangrove Center Bonaire. En daar ga ik dus de kajaktocht doen. Ik ben heel benieuwd. Mocht je willen weten hoe laat het is 8:05. De tocht begint om 9:30 en ik moet er om 8:15 zijn. Dus, en ik ben er al bijna. Dus en wat dat betreft nog steeds een Nederlander. Ik wil graag op tijd zijn. Ik begin een beetje te verkouden te worden. En ik hoor het als ik praat. Dus best vervelend. Het heeft trouwens tot een uurtje of denk ik 7:15 geregend. En nu is de regen weg. En de regenwolken zijn ook weg, zie ik. Dus daar komt het helemaal mooi uit. Ik neem mijn telefoon niet mee tijdens de kajaktocht. Maar de GoPro wel. Dus dat zullen jullie straks wel zien. Leuk dat je weer kijkt vandaag. No tan ni vivo.
stukje gesnorkeld. En nu gaan we weer verder op de kajak. Je ziet helemaal de snorkel. Ay, mi toche limite lora corso. Mi to salifi boneiro lora ruba también. Mi toche limite lora corso. Mi to salifi boneiro lora ruba también. Mi trepa si lana mi manera. Si que calor di mi duchi endena. La gasa cuanto mi tastimana. Mi amor pa bota grande. Y no ti nada pa quibre. Arruba. Lora don pom pa sabani laicos. Ay, mi arruba tastima. Pasa san y colas prome mi baicas. Ay, mi arruba tastima. Ay, playa bonita. Ese. Mita salifi boneiro lora ruba tambe. Mita che limite lora corso. Mita salifi boneiro lora ruba tambe. Mi no porquita posso nunca fe mi lato. Ma riunite mi barrio. Ripiti e costan tua passato in passato. Bam, bam, bam. Butta ambiente. Bam, bam, bam. Mi che senti e caliente. Mi boneiro. Turista na chiesa ta che non sta. Non sta isli caribia. Mi boneiro. Move your body like a snake fan. Si tu ci bota filmi. Mi ta filbo. Che ta baila ribe ritmo ma. Mita salifi boneiro lora ruba tambe. Mita che limite lora corso. Mita salifi boneiro lora ruba tambe. Ik zit weer in de auto. Ik heb net heerlijk op de kajak gezeten. En we hebben zelfs nog even gesnorkeld ondertussen. Het is nu 11 uur en ik ga eerst even terug naar het hotel. En dan ga ik me even omkleden en denk dat ik even een rondje ga lopen in het stadje. Lijkt me wel leuk. Verder had ik nog niet echt plannen gemaakt voor vandaag wat ik precies wilde doen. Dus rustig aan en even kijken. En een leuke plek zoeken om te lunchen. Ik zal nog even de kaart laten zien waar ik allemaal ben geweest. Ik woon ongeveer hier. Nou ja, daar woon ik niet, maar daar is mijn huisje. Ik ben de eerste dag helemaal zo gereden. Zo. Hier zo wat gedronken. En toen deze weg weer teruggenomen. Toen ben ik naar 1000 steps gegaan. Hierheen. En toen ben ik helemaal doorgereden. Hier ben ik er al afgegaan, denk ik. En heb ik de weg weer zo teruggenomen naar huis. Ik ben gisteren naar Klein Bonaire geweest. En toen deze kant op. Deze weggenomen. En toen ben ik hier uitgekomen. Daar heb ik gesnorkeld met die hele grote schildpadden. Dus dit gedeelte heb ik eigenlijk nu helemaal gezien. Nou heb ik deze weg wel helemaal gereden. Maar zeggen ze dat het hier zo nog veel mooier is. Dus ik wil morgen nog hierheen en dit stukje bekijken. En ik ben nog niet echt in Kralendijk geweest. Dus nu wil ik eigenlijk naar dit stuk gaan. Ja, ze zeggen net. Oh, Gotomeer. Dus daar moet ik ook nog even heen. Want daar zijn ook allemaal flamingo's. Dus daar ga ik zeker ook even kijken. Ja, ze hebben best veel gedaan van het eiland. Ik ben even thuis geweest en heb me even omgekleed. Ik had even geen zin meer in mijn bikini. En ik ben nu richting Kralendijk aan het gaan. Om te kijken of de winkeltjes misschien open zijn om daar even een rondje te lopen. Ik was er nog niet geweest, dus ik zit al in de auto. Ik ben er bijna. Dus lekkerste woordje heb ik. Ik laat jullie zien.
Ga gezellig mee. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. I know the dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. Yeah, I just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of. Ik heb even een lekker ijsje gehaald, hazelnoot, bij Gio's. Ik ben net in het hele leuke winkeltje geweest. Er zijn allemaal leuke cadeautjes. Ik zal thuis laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb net even op een terrasje gezeten en nu loop ik nog de boulevard heen en weer. Ik kom wat leuke huisjes tegen, leuke gekleurde huisjes. En ik ga nu weer rustig lopen naar de auto. Ik ben vanmiddag natuurlijk even in Kralendijk geweest en daar heb ik nog wat leuke dingetjes gekocht. Hé, het lijkt of hij niet scherp stelt. Deze baby flamingo. Ik heb hem in een maatje groter van Aruba. Dus ik vond het wel heel schattig. Om dit kleintje ook mee te nemen. Ik kon hem niet laten liggen. Aangezien ik flamingo's echt heel erg leuk vind. En deze was helemaal niet duur. Dus ik zag hem. Toen dacht ik, oh, die wil ik. Dus vandaar. Deze flamingo sleutelhanger. Ik heb 2 zeephangertjes met douche bonaire. Ik spaar magneetjes. Slippermagneetjes. Overal waar ik ben geweest koop ik een slippertje. En eigenlijk spaar ik altijd de blauwe slippertjes. Maar die hadden ze niet. En hebben ze ook echt nergens. Ik heb overal gezocht. Dus aangezien ik hier hele mooie schildpadden op Bonaire heb gezien. Heb ik deze dus gekocht voor mijn verzameling. En deze omdat hier dan echte flamingo's zijn. En ik dus schildpadden in de zee heb gezien. Vond ik deze ook wel leuk als souvenirtje. Dus dit zijn zo... mijn souvenirtjes van Bonaire bij elkaar. Ik vond het heel erg leuk. Dus ik hou wel van dit soort dingetjes. Dus ja. Ik heb ervoor gekozen om vanavond lekker thuis te blijven. Van de week toen ik in mijn eentje naar de stad ging om bij Cuba te eten. Liepen best veel lokale mensen achter me aan. En waren douchen aan het roepen. En terwijl Bonaire echt heel erg veilig is. Maar... ik ken niet zo goed in Aruba of op Aruba, ik weet niet. Daar durf ik toch gewoon alleen over straat, omdat ik het daar kende. Ik kende mensen en alles. En hier vind ik dat toch niet zo fijn. En ze zeggen heel veel dat als je auto ergens staat, dat ingebroken kan worden. En dat je auto open moet laten staan en alles. En ik vind het ook wel prima om na zo'n lekker dagje gewoon lekker thuis te blijven. Ik heb een carpaccio gekocht bij de Albert Heijn. Dus
Ik heb een stokbroodje en zoete olijven, wat ik zo erg mis op Aruba en wat echt mijn lievelings is, heb ik hier weer gekocht. Dus dat ga ik ook lekker eten. En ja, het is ook alweer 19:45. Ik ben altijd alweer veel te laat. Dus ik vind het prima. Morgenavond ga ik wel nog ergens uit eten. En dan blijf ik vanavond gewoon lekker thuis. En ga ik morgen gewoon weer op tijd opstaan. Ik heb net een lijstje gemaakt wat ik morgen nog allemaal wil doen. Dus dat is ook heel leuk. Dus ja, ik heb radler, carpaccio, zoete olijven. Wat wil je nog meer? Ik blijf lekker thuis. Dus ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Een fijne dag nog. En tot morgen. Ajo.